zondag 4 september. En met tegenzin richt ik mijn iPhone op mezelf vandaag. Maar ik heb beloofd dat ik videoblogjes blijf maken. Dus ik blijf jullie trouw, ook in moeilijke tijden. Ik heb net mijn finale van Shorebaggy verloren met 14-12 in de vijfde. Dus dit is een pijnlijke. Wat kan ik zeggen? Het is net alsof er een munt bestaat. En de ene kant van de munt is good luck. En de andere kant van de munt is bad luck. En vandaag was het bad luck in de vijfde. Toen vielen een aantal ballen gewoon echt op cruciale momenten. His way, gewoon achter in de nick. Ja, kan je zeggen, die had moeten volleren. Dat had gekund, maar dat kon niet. Dus pijnlijke nederlaag. Tweede prijs is natuurlijk super niks. Nu vanavond lange vlucht naar huis via Houston. Nog even 10 uur wachten op Houston Airport. Airport Hotel, dat wel. Dus veel te lang om over dingen na te denken. Maar ja, kom ik weer met clichés, zo gaat dat. En zoals Snoop Dogg altijd zegt, there will be ups and downs, smiles and frowns. En nu is het even kut. Maar goed, ik zie jullie weer in Nederland, jongens. Ik ga genieten.